We komen natuurlijk elke keer weer van die vervelende hackers op de server. En ja, die gaan dan X-rayen en weet ik veel allemaal. Hallo kijkers van Gaas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op de server. We gaan weer eventjes lekker ronddurpen. Ik ben hier vandaag weer alleen. Maar er waren een paar dingetjes die ik jullie moest laten zien. En what the fuck is dit? President Sander. Really? Really Sander die denkt eventjes dat hij president is hier op de server of zo. En dan gaat hij allemaal bodyguards om zich heen zetten, om zo maar te zeggen. Ik zie iemand met een elite al landen. Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Tortelduifjeshal. Serieus? Wat moet... Waarom zie ik sowieso daar zo al ik en Guido staan? Sander en Dionne, ja dat klopt wel. Romy en Chaos, dat klopt ook wel. Ja, dit klopt ook wel. Wat, oh wacht, ik stond verkeerd. Oké, okay, wacht even. Ik dacht even dat het zo moest. Maar nee, het moest zo. Dit weet ik niet, maar volgens mij ook. Maar what the fuck? Wat is het nut hiervan? J. Crow en Mila Vink? Hier hangt gewoon... what the fuck? Waarom hangen er overal Trump-hoofden? Nou ja, oké. Okay, ja, oké. Okay, het zal... Empty face. Full face. Gewoon Joelle en Trump. Maar gewoon Joelle en Sammy. Patat zonder en zandzak. En de twee grootste noobs. En hij loopt hier gewoon zo weg van... Er is niks aan de hand. Oké, okay, ja, leuk. Maar oké, okay, ja, ik weet dat ik het een keer geroepen heb inderdaad. En dat voor de gein eigenlijk. En nou staat hier dus echt. Oh, hier zijn de stafleden. Ja, dit is allemaal een beetje veranderd, mensen. Dit stond eerst daarboven. Ja, is al wel een tijdje, maar ik heb het helemaal niet echt in video's behandeld. Deze stond eerst daar, zodat je hier zo gewoon de stafleden kunt zien. Maar dit is nu veranderd. En waarom zit dit er eigenlijk? Nou, maakt niet uit. Dit is veranderd. Dit is het ideeënhoekje, als het zo maar te zeggen. Als jullie een idee hebben voor de server, als wat wij nog terug kunnen brengen, of in de server kunnen brengen, of misschien aanpassingen op de crates, of weet ik veel wat, kun jij hier een boekje in dumpen. We gaan even kijken of er al wat in ligt trouwens. Hier niet, hier niet. Oh, er zijn wat boekjes bijgekomen. Shopvraag. Oké, nou, shop idee. We gaan het eens even lezen. Misschien dat het wat is. Ik heb geen idee. Hier zitten ook nog wat ideeën. Nou, dan pakken we die er ook nog bij. Die andere twee heb ik al gelezen. Tradeplek, plek om keys te kopen met in-game money. Nee, dat gaan we dus niet doen. De keys zijn ervoor om gewoon, ja, als extraatje waar je leuke dingen uit kan winnen via als je het koopt. Dus nee, die gaan niet in-game. En een betere shop. Nou, wat is er fout aan de shop? Ik bedoel, het is zo duidelijk. Hier, blokken. Nou, heb je alle blokken heb je hier. Ik bedoel, natuur. Hier heb je alle dingetjes die je nodig hebt voor te beginnen. Redstone. Nou, hier heb je alle redstone items. Voedsel kun je hier kopen. Je kan hier tools kopen. Je kan bewijzen van zelfs een elytra kopen als je dat zelf zou willen. Plus hier zit nog steak en mushroom. Ja, nou ja, prima. Mobloot kun je hier kopen. Combat shit kun je hier kopen. Dus waarom zou er een betere shop moeten komen? Nou, dit boekje vind ik dus eigenlijk al dat ik zeg van, nou ja, ga maar onderin. Want die, oh, oeps, dat zijn TNT'tjes. Die hebben we helemaal niet nodig. In de shop spawners verkopen, dingen die in crate zitten ook in de shop kunnen kopen. Nou, ook dit weer, dat haalt dus het hele idee uit de keys, dus nope. En dan hebben we hier nog een idee. Doe elke maand dat de Nether en de End restart. De End restart sowieso om de maand, de Nether niet. Ja, waarom zou je de Nether restarten? Ja, Blaze... Ja, oké, voor de blazerots en dat soort dingen. Maar ik heb aan het begin gezegd dat je in de Nether kunt wonen. Dus misschien dat er mensen zijn die in de Nether wonen, dus dat kan ik niet resetten. Maar ja, dat zijn dus een paar dingen. Hier staat nog weer een Merchant. Wat? Oh, die zijn op meerdere plekken in de spawn gezet. Mensen zullen ze wel niet weer hebben gezien of dat soort dingen. We gaan ondertussen ook eens kijken, want ik denk dat ondertussen alle player warps wel vol zijn. Want ja, we hebben nu zoveel mensen die spelen ondertussen. Nu zijn er ook best wel weer wat online. Even kijken, Chapsier zijn we geweest, Mitch zijn we geweest, Blobfish Gamer, MC Gamer. Oh wacht, hier zat nog een leger in eerste instantie. Ja, kijk, hier is er nog één leeg. Dan hebben we deze, ja oké. Okay. Er zijn dus nog geen nieuwe bijgekomen en ik denk ook dat het zo moet gaan zijn dat
er een grotere ruimte moet komen. Dus Remco, als je dit ziet en hoort, er moet een grotere ruimte komen, want er is er nog maar één vrij. En ja, die kan zomaar gekocht zijn morgen. Maar even kijken, we gaan even weer verder naar boven, want hier zo. En dit vond ik wel leuk. Wat ik binnenkort wel wil doen, dat is weer een idee van mezelf. We komen natuurlijk elke keer weer van die vervelende hackers op de server. En ja, die gaan dan x-rayen en weet ik veel allemaal. En wij hebben echt zoiets van, oké, leuk, maar je bent ook gelijk verbannen als we erachter komen. En ja, dan kun je een maand later kun je weer terugkomen, doe je het dan nog steeds. Ja, dan gaan we kijken en dan misschien krijgen we een permban. Dus ik zou het gewoon niet doen als je op de server komt. Ik zou je x-ray uitzetten, ook al is het met een texture pack of iets. We komen er toch achter en dan heb jij een probleem. In ieder geval, we gaan eens even kijken hoeveel loot we ondertussen hebben verzameld van alleen de hackers. Dus even kijken. Oké, dit is een vrij lege chest. 41, hier zit alleen koolblok in. Holy crap. Allemaal ores. Ja, daar, dit is dan niet echt hacker loot. Dit kan iedereen maken en krijgen natuurlijk. Maar dit zal wel gewoon mee uit de inventory gepakt zijn. Maar dit zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stacks iron. Nog niet eens omgesmolten. Dus met MCMMO kun je daar ook nog weer eens meer iron van krijgen. En dan nog wat diamond ores. Nou, dat is allemaal niet belangrijk. Dan hier zo. Jezus. 3 stacks block of iron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 stacks redstone. Bloks, notabene. Dan ja, nog allemaal gold en nog meer coal. En dan nu de diamonds, mensen. Ik wil dat jullie even de video stopzetten en gokken hoeveel diamonds er zijn. Moet je gewoon in de reacties een reactie achterlaten. Ik weet het zelf niet eens hoeveel er ondertussen zijn. Maar het zijn er wel echt superveel. Dat weet ik wel. Dus we gaan hem openmaken. In 3, 2, 1. Wat? Holy shit, dat zijn 3 stacks. Dus we gaan even een rekenmachine erbij halen. 3 stacks, dat is 64 keer 3. Dat betekent dat je op 192 keer 9 diamonds. Plus dan nog 13, 14, 15, 16, 17. Oh, Jezus zeg. Dat betekent gewoon dat er ongeveer 1900 diamonds hier in deze chest zitten. 1900 diamonds, mensen. Dat hebben jullie met z'n allen, degene die dit kijken. Er zullen vast 1 of 2 kijken die nu een x-ray ban op zijn hoofd hebben. Dit hebben jullie allemaal uit de server gehaald door te hacken. Met z'n allen, al die hackertjes bij elkaar. Like, what the fuck? En, nou, weet je, kijk, zo kun je ook zien dat we er al een heleboel hebben gepakt. Ik denk dat als ik de banlijst bijpak en ga kijken, dan is het echt ontzettend erg. Maar goed. Wat ik dus wou doen. Ik wil eigenlijk een soort van loterij gaan maken. Ik weet nog niet hoe ik dat precies ga doen. Maar dat je bijvoorbeeld bij Spawn een boekje mag kopen. Die kun je dan inleveren. En dan is het elke keer een loterij. Dat lijkt me wel leuk. En daarmee kun je dan de loot van de hackers winnen. Niet alles natuurlijk tegelijk. Want als jij dit allemaal krijgt, ja, dan hoef jij niet meer te spelen. Want dan heb je alles al. Maar ja, we gaan dan bijvoorbeeld gewoon in kleine getallen gaan we allemaal prijsjes weggeven aan verschillende mensen die mee hebben gedaan in de loterij. Dat lijkt me wel leuk om te doen. Dus misschien dat je dat binnenkort op de server zal zien. Speel je nog niet op de server, kom natuurlijk dan altijd even gezellig kijken. Het IP staat in de beschrijving. Heel veel mensen vragen nog om het IP. Het is gewoon mc.gasgames.nl. Makkelijker kan niet. Maar ja, nou zijn we een beetje in Spawn weer geweest. We hebben weer een beetje de updates van Spawn laten zien. Dan weet ik dat er nog sowieso 1 iemand was die wou dat ik heel graag een keer naar hem toe kwam. En hij is toevallig net uitgelogd, zag ik. We gaan even naar zijn home toe. Ja, want hij vraagt al super lang of ik naar zijn home toe kom. Ik ben wel benieuwd wat hij mij wil laten zien dan. Oké, hij heeft een hele mooie grote ondergrondse chestroom. En hier zo zit een minecart. Oké, wacht. We gaan de minecart pakken. Ja, minecarts ga ik natuurlijk altijd inzitten. Dus we gaan kijken. Oh, nou daar had je toch geen minecart voor hoeven doen. Je bent toch niet lui. Maar wow, oké. We komen hier in een gebied en oprecht, dit heb ik volgens mij nog nooit eerder gezien. En ik zie hier ook een achtbaan. Moet ik dan vanaf hierboven beginnen? Ach, ik zie hier een kart. Oh.
Oh shit, ik heb... Oh nee, ik sloop de rails. Zo. Oké, ik denk... dat ik vanaf boven moet... Nou... Nee, ik moet niet van... Ik moet hier beneden beginnen volgens mij. Oké, wacht. We pakken de kaart erbij. Minecart. Hallo? Oh, hier. Minecart. Oké. En dan denk ik dat ik vanaf hier moet beginnen. Want hier is een jump. Kijk, ja. En dat kun je anders nooit halen. En dan kom je dus hier terecht. En dan moet je dus weer de andere kant op. En dan... Oh, wat stond er op die sign? No! Er stond iets op die sign. Wat? Gaat dit gewoon de hele tijd opnieuw? Wacht even. Oh nee, wacht. Wacht, als ik nou eens heel mijn handen loslaat. Oké, ik ga niet aan het toetsenbord zitten. Ga ik dan automatisch? Nee, toch? Wacht, we gaan kijken. Bijna. Hij raakt de redstone rails, maar dan gaat hij niet meer de andere kant op, neem ik aan. Wel. En... Ja hoor, hij gaat gewoon verder. Maar dit is dus eigenlijk... Om het zomaar te zeggen, als je hierin gaat zitten... Is dit gewoon een AFK-machine. Want hij blijft de hele tijd doorgaan. Dus ik denk wel dat je even die loop eruit moet halen. Want je kan nu daadwerkelijk gewoon echt AFK gaan zitten. En gewoon de hele tijd gebruik maken van jouw achtbaan, als het ware. Persoonlijk zou ik dat dus, ja, wat ik al zei, eruit halen. Omdat dit eigenlijk gewoon gezien wordt als AFK-machine. Ik vind het wel echt heel tof, deze achtbaan. Omdat je eigenlijk wel de hele tijd opnieuw kan blijven doorgaan. Maar ja, zoals ik al zei, het telt volgens mij als AFK-machine. Want volgens mij ben je gewoon continu in beweging. En weet niet of je hiervoor gekickt wordt. Maar pas in ieder geval op, want ik weet niet precies hoe en wat. In ieder geval. Maar mensen, ja, dat was het wel weer voor deze aflevering. Ik hoop allemaal dat jullie het weer superleuk vonden. Jullie hebben de hackerloot natuurlijk gezien. Kom natuurlijk gezellig even op de server spelen. Misschien binnenkort de loterij, maar dat zie ik nog wel even hoe en wat. En in ieder geval mensen, dan wil ik jullie allemaal nogmaals heel erg bedanken. Doe natuurlijk even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je nieuw bent. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.